A Lover. Als je nog niet lang terug bent van vakantie en je hebt het gevoel dat je al opnieuw aan vakantie toe bent, dan is dat heel normaal. Blijkbaar zorgt onze job al binnen de week terug voor stress. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Goedemorgen, Muriel Dalmulder. Goedemorgen, Alexandra. Ja, jij bent Positivity Relaxed Coach. Hoe komt het toch dat die stress zo snel terugkomt na onze vakantie, ondanks het voornemen dat we iedere keer weer hebben om het anders te doen? Ja, mail. Hè? Weet je, we zijn natuurlijk, we staan de hele dag aan. We komen terug op ons werk. We hebben een mailbox die overloopt. En we hebben gewoon onvoldoende geleerd om voldoende tijd voor onszelf te nemen, rust in te lassen. Mm-hmm. En je moet natuurlijk ook meteen weer mee in dat ritme van het werk, hè? Ja, want die trein die gaat door. Hè? En als je niet meegaat, dan blijf je achter op dat perron. Ja. En dat willen we niet. Ja, maar het kan best wel frustrerend worden natuurlijk, want we willen dat niet. Ja. En jij gaat nu 3 tips geven om beter met stress om te gaan op het werk. Ik ben heel benieuwd, Muriel. Yes. Nou, de allereerste tip, een hele belangrijke, is focus op wat je wil. Ja. Want energy flows where your attention goes. Dus dat waar jij je aandacht op richt, wordt groter. Mm-hmm. Als je focust op wat je wil vermijden of waar je last van hebt, dan wordt dat groter en dan krijg je daar meer last van. Ah ja, dus... Wel, ja. Ja, en als je focust op je stress, dan wordt die ook groter. Precies, dus als je focust op die stress, dan krijg je daar, op die stress, dan krijg je daar meer last van. Terwijl als je focust op wat je wil, of waar je blij van wordt, of wat je wil bereiken, dan wordt dat groter. Mm-hmm. En dus daarmee kan je positief je stemming beïnvloeden, waardoor je veel meer uit je dag kunt halen. Dus blijf focussen op wat je wil, in plaats van dat waar je last van hebt. Oké, okay, dus ja? De tip is om de juiste focus te leggen. Oké, okay? Tip yes. Nummer 2. Yes. Nou, wat maak je van die stress? Want hoe label je stress? Want soms heb je gewoon gezonde spanning, waardoor je eigenlijk veel beter kunt presteren. Maar als het stress is die je uit je kracht haalt, zorg er dan voor dat je het anders noemt. Ik zeg bijvoorbeeld zelf nooit dat ik het druk heb, want dan voel ik letterlijk druk. Ja. Ik zeg gewoon, ik ben lekker bezig. En dan voel ik me neutraal. Ja, wat heel simpel, maar groot effect. Ja, en wat mensen ook wel zeggen, of dat is een paar keer per dag maar naar je mail kijken. Maar dat kan niet overal natuurlijk, hè? Want... Nee, maar wat je wel kan doen is gewoon even pauzes inlassen. Elk uur, 1 tot 3 minuten, even stoppen, even een drankje halen, even een gezellig babbeltje maken, even ontspannen. Dat kan wel. Ja, ik doe het sinds een tijdje, sinds een week of 3 denk ik. En het helpt echt, inderdaad. Want je merkt dat je na een tijd toch niet meer gefocust bent. Dus als je dan heel even pauze neemt, dan gaat het daarna weer stukken beter, hè? Ja, en je creëert na 3 weken hetzelfde gedrag te doen, creëer je ook echt een nieuw patroon. Dus dan voel je ook echt dat het werkt. Mm-hmm. En je bent productiever. Precies. En dat is wat de bazen willen natuurlijk. Ja, exactly. En tip nummer 3? Ik heb nog 1 laatste tip. Nou, dat is wees matig met koffie. Uh-huh. Want heel vaak als we ons gestrest voelen of als we te druk hebben, dan zijn we automatisch geneigd naar dat kopje koffie om toch eventjes een soort van kick te krijgen of een beetje extra power, denken we. Mm-hmm. Terwijl koffie scheidt juist stress, cafeïne scheidt stresshormonen af, waardoor je eigenlijk nog gejaagder voelt. Ja, ik zie hier heel veel collega's die toch nog heel veel koffie drinken, hoor. Ja, het is echt zo'n automatisme. Maar juist door het te veel cafeïne te drinken, krijg je meer stresshormoon. Mm-hmm. Waardoor je je gejaagder voelt. En dus ook minder productief bent. Minder concentratie hebt. Ja, wat moeten we dan wel drinken? Nou, in plaats daarvan kan je veel beter. Hè? Je kan best wel 2 kopjes koffie drinken. En hè, na 2 uur bijvoorbeeld ook geen koffie meer. Dan heb je tot 11 uur 's avonds last van. En wat je wel kan drinken is bijvoorbeeld in plaats daarvan dan groene thee. Of kamillethee. Of wat nieuw is dat jullie op de markt is. Trantini, een ontspannende frisdrank. Die helpt om je hoofd helder te maken. Ja, Trantini, oké. Okay. We gaan rustiger worden, maar dan langs de andere kant ons ook weer beter kunnen focussen. Ja, want als je rustig bent in je hoofd, dan kun je veel meer uit je dag halen. Ja. Krijg je meer concentratie, heb je een betere focus. Want het gaat om die helderheid in je hoofd. En die krijg je door ontspanning.
dat is heel erg waar. Hé, vermeld even je website, want je hebt natuurlijk nog veel meer tips, hè? Ja, dankjewel. Mijn website is heel simpel, www.murieldalmulder.com. Oké, www.murieldalmulder.com. We zetten dit gesprekje straks ook op de website van Jo. En dan kunnen de mensen het nog eens herbeluisteren als ze nu te... Nee, druk mag ik niet zeggen. Als ze nu gewoon lekker bezig waren. Yes, super. Dankjewel, Muriel. Helemaal goed. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt, Alexander. Graag gedaan. Dag. Voor iedereen, hè. Bye-bye. Doei.